De film staat aan. Hallo, dit zijn de LOL confettiballen. We hebben er 2 grote van en 2 kleintjes. Nou, wij vinden dit heel leuk, dus nou, we gaan maar beginnen, toch Kelly? Kijk, hier is er een hartjesrits. Leuk hoor. We hebben deze ballen gekregen van het PR-bureau van de LOL Surprise-serie. En we vinden het heel leuk speelgoed. We sparen het ook echt. Mm-hmm. Wow. Ja, we zijn niet allemaal van serie 1. Nee. We vinden het echt superleuk. Aisin, doe het gewoon even naast je op de grond gooien. Anders blijf je heen en weer rennen. Dan duurt het filmpje te lang. Okay. Dan is het saai om naar te kijken. Het leuke van zo'n LOL Surprise Ball is dus dat je al die lagen eraf peutert. En bij elke laag die je eraf peutert, zit er een hint over het poppetje. Ik zie hint al. Oh, over het poppetje wat erin zit. Kelly heeft haar hint gevonden en ze gaat hem laten zien. Dan probeer ik hem even snel te zijn met het plastic. Heb je hem? Oh, dat heb ik al. Oh, we hebben daar maar 2 poppetjes van en je hebt hem al. Deze had Katie ook van die. Oh ja. Van het hintje. Pump and Iron. Katie, het kan een clubgenoot zijn. Een clubgenoot van Pump and Iron. Uh-huh. Ja, want die was met dat zwarte flesje. En volgens mij had je niet Pump and Iron van iets anders? Nee. Nee, van de confetti? Was dat Pump and Iron? En met de roze bal heb ik, kijk maar. Dat is een genoot. Een clubgenoot. Ja. We hebben maar 2 poppetjes nog uit deze serie. Dus het zou wel heel gek zijn als we hem dan dubbel hebben. Maar ja, het kan natuurlijk wel. Je weet het niet. Heb jij je hint nog niet eens in? Nee. Is die zo moeilijk? Ja. Oh, het is wel. Oh, joh. Oh, je hebt een tweede hint. Leuke. Wat is het? Je ring. Ja, mijn ring. Je ring. In deze ballen. Dat is bij de andere LOL Surprise ballen niet zo. Maar in deze confettiballen zit dus een tatoeagering. Die kun je dus op je vinger plakken. En dan lijkt het net of je een getatoeëerde vinger hebt. Maar dat is dus niet zo. Het is gewoon een plakplaatje. Moet je er misschien een schaar bij hebben, Aislinn? Nee, hoeft niet. Is wel lastig om open te maken. Ach, joh. Zo, en jij hebt alle lagen er al af. Ja. Ja, oh, dat is nog een hint. Oh, stickertjes. Dit is uit de oren spuiten. Oh. Het vraagteken is uit de oren spuiten. Oké. Okay. Moet ik even dit openmaken? Ja, want bij deze ballen maak je dus de kantjes open. Ja. Ja. En dan komt er zo een zakje uit. Ja. Oh, niet weg wil horen, ja hoor. Ja, ik zie de hint hier. Oeh, welke hint heb jij? Weet ik niet. Ik leg hem heel wat op de grond. Dit leuke salontafeltje wat je ziet van Joba. Ah, kerstballon! Wat heb je? Kerst? Cherry bomb. Cherry bomb. Hé, hey, we hebben een poppetje dat Cherry heet. Echt waar? Misschien is het een zusje. Of een nichtje. Of een vriendinnetje. Wat leuk. Cherry bomb. Ja, ik wil je wel open. Maar ik wil hem zelf laten zien, hè? Ah, best lastig, ja. Okay. Is het gelukt? Nou, jullie houden het wel spannend. Meestal gaan de LOL-ballen makkelijker open. Maar ik heb een gele bal. Maar de bal die Aislinn vandaag heeft, die gaat niet zo makkelijk open. Oh, kijk eens. Ik heb een gele bal. Ik weet niet wat het is. Je weet niet wat het is. Maar kijk. Het is een armbandje misschien. Wacht eens, kijk. Zou het een armbandje kunnen zijn? Nee. Een sportband of zo. Een sportband. Dat zou ook kunnen zijn. We gaan eens even kijken wat het is. Nou, die moet ik niet bij het papier doen. Nee, oh jij hebt ook je stickertjes. Maar Kelly had ook haar ringtatoeage. Heb jij die nog niet? Zit die nog in je laatste?
Je laatste laagje. Ja. Ja, die zit altijd in het laatste laagje. In het laatste laagje. Spannend. Ja, maar dit is het laatste laagje, niet dit. Oh. En dit was nog van die. Oh. Dus hij is echt heel moeilijk open te maken. Oh, heel makkelijk. Die van jou, kijk, zo leuk. Oh, een paars flesje. Met een wit doekje. Hmm. Ik weet welke je hebt, maar ik zeg het niet. Ja, ik weet het zelf wel. Ja, want die andere pump-and-iron die we hadden, die had een zwarte fles, toch? Deze niet. Hmm. Nu heb ik een hele papiertje van die draf. Ach, oh, hier zit ook een confettibom. Oh jee, wat zit er in jouw volgende pakje? Ik ben sterk genoeg. En zo zie je dat de ene zus al toe is aan de spulletjes en de andere zus nog terug is met het plastic. Kijk! Oeh, maar nu ben je er bijna. En het is een gele bal inderdaad. Zie je het? Leuk. Oh, die van mij is mooi. Oh, hey. Is dat je ringtatoeage? Kelly, herken jij deze pantervlekjes? Ja. Laat eens kijken, dat pantervlekjes. Oh ja, dat is een leuke ringtatoeage. Een van Cherry Balm. En dit is een ringtatoeage van Pump and Iron. Leuk. Dank je. Ach ja, eens kijken, joh. Wat heb je? Witte schoentjes. Witte schoentjes. En een soort armbandje. Ach joh, en vind je het niet erg als ik heel even... Oh, heb je de rits gevonden? Nou, laat maar zien hoe je hem popt. Moet je hem eerst op zijn kop houden. 1, 2, 3. Woe! Dan komt er gelijk altijd twee zakjes uit. Oh, hier zit ook gelijk een baby in. Een baby? Ja, zacht. Dat vind ik leuk. En dan is je vloer vol met confetti. Ik heb een bril. Je hebt een bril? Oh, toch niet. Oh, wat is het? Een sjaal. Een sportband voor... Een zweetband voor op je hoofd. Ja. Oh ja, dat ken ik. En dan is dat andere zweetbandje voor om je arm. Leuk. Had je alles uit de vakjes al gehaald dan, Kelly? Ja. Oh, je hebt daar nog. Nou, daar is het poppetje. En jij hebt een bril. Oh joh, dus kijk. Joh, ja. Dit is ja. Wat is daar dan? Hebben we het kindje van. Daar hebben we het kindje van. Nou. Eens kijken. Leg ze eens naast elkaar. Leg ze maar op de tafel, kunnen we het zien. Nou, die zijn schattig. Oh, daar hadden we de little sister al van, die daarbij hoorde van Pump and Iron. En zij is dus uit het sportieve team. En daarom heeft ze dus een zweetband voor om haar hoofd. En een zweetbandje voor om haar arm. Nou, dat weten we nog leuk. Steeds niet welke ik heb. Hebben we dus de little sister van, daarom kenden we de hint. Ja, en zij had die hond ook. Ja, en draaien. Hey Sven, heb je alles nee, al gemaakt? Nee, maar ik heb hier nog een zakje. Oeh. Ach, gekke beker. Een gekke beker. Oh. Je laat hem zo vallen. Wat is het? Een fles. Even kijken. Hé, in de vorm van een huisje. Ja, oh joh. Wat grappig. Eeslin, ja? Dat is dan niet om. Ja, die wil ik. Nou, Eeslin gaat het strakjes doen. Eeslin gaat eerst even haar eigen bal verder uitpakken. Want het filmpje duurt anders wel heel erg lang, Eeslin. Eeslin. Best lastig, ja. Ja, het filmpje duurt heel erg lang. Dus als jij even de rest van jouw bal doet. Oké, ik wil ook al. Kunnen we straks hem aankleden. Ja. Maar wat cool dat we het kleine zusje er al van hadden. En nu hebben we ook de grote zus. Dus dan horen ze echt bij elkaar. Maar Kelly, heb je de kleren al? Nee. Nou, dan moet je nog even verder zoeken. Er zit er misschien nog iets in je bal. Anders heeft ze geen kleren. Was je nog wat vergeten? Dat is nog een extra verrassing. Dat is het met deze ballen. Dat je goed moet draaien. Oh, dit is een schattig laars. Omdat je anders
een cadeautje kan missen. Zoals de kleren. Kijk! Schattig, hè? Heel schattig. Het past ook bij elkaar. Ja. En Aisling en Kelly vinden het met de ballen die ze al hebben heel erg leuk om ze weer opnieuw in elkaar te zetten en de confetti erin te doen. En ze dan nog een keer te laten poppen. En nog een keer. En nog een keer. Ja, dat vind Want dat ik blijft leuk. Dus je kan er gewoon lekker zelf confetti in doen. En dat is hartstikke grappig. Ook als het van elkaars confetti is. Oh ja, dan mix je dat gewoon een beetje. Ja. Mm-hmm. Maar we hebben nog geen lichtroze en gele bal gehad. Oh, schattig pakje. Een schattig pakje, laat eens kijken. Oh ja, leuk met bloemetjes erop. En jouw kleertjes, Kelly? Leuk. Ja, maar wat kleertje? Oh, hij heeft al een boekje aan. Ja. Wat is dat? Een shirtje. Maar hij heeft een rokje. Een broekje en een shirtje. En die van jij heeft een rokje. Leuk. Maar Aisling, ga je hem even laten poppen? Dan kijk welk poppetje erin zit. Maar ik moet nog rond. Oh, je bent nog niet helemaal klaar. Nee, ik ben wel klaar. Oh. En daar is het touwtje. Oeh. Je moet het eigenlijk hoog in de lucht doen, want nu zit de confetti. Nee, gewoon op de grond. In Kelly staat er twee zakjes, maar achter jou ligt een zakje of is dat een leeg zakje? Dat is een leeg zakje. Dat is een leeg zakje. Ja, dat heb je als je hem daar op de grond doet. Ik zie wel de papiertjes waar de families op staan. Wauw, die is mooi. Welke is het? Oh, het is wat een schatje. Leuk. Leuk. En deze poppetjes hadden we al. En de Little Sisters uit deze lijn. En hier moet dus ergens nog een zakje zijn dat nog niet is geopend. Er ligt hier wel dat papiertje wat er dan uitpopt. Waarop staat welke soorten er allemaal in zitten. Hartstikke leuk. Nou, hoe vonden jullie dit cadeautje? Leuk. Want jullie zijn fan van de LOL Surprise. Ja. Ja. En hier kun je dus de baby's zien. Ja, dan kun je zien welke er allemaal zijn. Kijk, deze. En we hadden dus al een paar Little Sisters deze gekocht. En deze. En we hadden zelf ook al een paar. Die hadden we. Ja. En een paar confetti gekocht. En kijk eens. Hier staan de grote mensen. Oh, ik heb die. En weet je welke ik heb? Ik heb die. Ik heb die in dezelfde kleur. Leuk. En Aisling en Kelly hebben al wel een beetje een verzameling. Want ze vinden het heel leuk. Er zit ook een eenhoorn bij, maar die is van de Playmobil. Maar dit zijn dus een beetje de ballen die we al hadden. Pas hadden we een gouden bal. Dat konden jullie op Facebook zien. En een diertje van de collectibles zit erbij. En hier tussen de ponies zit ook nog allemaal LOL Surprise. Ik ga even... Want we houden daarvan. Ik ga even een tattoo doen. Oké. Okay. Ga jij even de tattoo doen? Ja. Oké. Okay. Dag. Bedankt voor jullie hulp bij het filmpje. Veel speelplezier.